Hoi, wat leuk dat jij een tuinvideo komt kijken bij mij vandaag. In deze aflevering laat ik je zien hoe ik deze lage Afrikaantjes zelf heb gezaaid en heb verzorgd, zodat ze er zo prachtig uitzien. Ze zijn echt super makkelijk om zelf te zaaien en tot zulke mooie bloemen te krijgen. Allereerst heb ik een zakje met zaadjes gekocht voor echt super goedkoop. Volgens mij iets van €1,79 bij de Praxis. Maar je kan ze op verschillende plekken kopen. Kijk eventjes rond, Big Bazaar, Gamma. Kijk waar ze dan zaadjes verkopen. Nu zien ze er zo mooi uit. Maar laten we even terug in de tijd gaan. Want ik ben begonnen in de maand maart. Ik ben in de eerste week van maart begonnen en hier zie je eigenlijk al de eerste groei. Dat was eigenlijk al te zien na 7 dagen. Dus wat dat betreft zijn deze bloemen echt zeer geschikt om met kinderen te gaan kweken. Je stopt de zaadjes in een bakje zoals ik hier heb gedaan, een beetje potgrond. En al na 7 dagen kan je dus zien dat er wat gebeurt. Deze foto is alweer een dag later, dus het is gewoon echt heel erg leuk om iedere dag ernaar te kijken. Je ziet iedere dag verschil, iedere dag ben je echt leuk bezig met deze lage Afrikaantjes en kun je ervan genieten, terwijl je wacht totdat ze later in de tuin kunnen en zo mooi kunnen bloeien. 2 dagen later, nou het gaat hartstikke leuk, het is echt heel erg leuk om deze dingetjes te kweken en ernaar te kijken en te zien hoe het dan gaat. En dan nog 1 foto 3 dagen later, dus het gaat echt heel erg hard. Nog even wachten wanneer deze zaailingen wat meer blaadjes krijgen, dan kunnen ze een plekje krijgen in de tuin. Wacht er wel mee totdat je zeker weet dat het niet meer gaat vriezen, want ze sterven dus af door vorst. Dit is al eind mei, zo zien ze er al uit eind mei, lekker vol, een volle bos en je ziet dat ik binnenkort al bloemen krijg. Jammer genoeg heb ik geen foto's gemaakt van het moment waarop ik het in de tuin had gedaan. Misschien doe ik het volgend jaar weer even opnieuw en dan laat ik alle stappen dan wel zien. Denk bij het plaatsen in de tuin aan een plekje in de volle zon. Ze genieten heel graag van de zon en ze krijgen ook heel graag veel water. Je kan dus hier zien, binnenkort krijg ik bloemetjes. Mijn eerste bloemknopjes zijn al te zien en dat vind ik wel hartstikke gaaf. Begin maart geplant of gezaaid in bakjes en hier begin je dus al een beetje resultaten te zien. Dus dat is wel heel erg leuk. Ze zijn ook super handig om te planten in je moestuin omdat ze je gewas beschermen tegen schadelijke diertjes. Dit is alweer begin juni, dus de eerste bloemblaadjes, de bloemetjes die je hier ziet, zijn al na iets meer dan een week uitgekomen. En er staat weer een knopje klaar voor de volgende bloei. Het is echt heel erg leuk om te volgen hoe het dus gaat met mijn eigen gezaaide lage Afrikaantjes. We zijn hier weer zo'n 11 dagen verder. Nou, het begint al mooi te worden, het begint al mooi te bloemen. De rest van mijn tuin is ook al heel erg mooi in volle bloei. Dus het is wel heel erg leuk om deze lage Afrikaantjes nu gewoon alvast mee bezig te zijn. Want de meeste bloemetjes die je hier ziet zullen straks uitgebloeid zijn. En de lage Afrikaantjes die nemen het dan over. Die vormen dan een mooie volle bos zoals je aan het begin van de video zag. En die nemen dan de bloei over en bloeien net zo lang door tot in november wanneer de vorst er een einde aan maakt. Dus wat dat betreft, terwijl mijn tuin er al zo mooi uitziet, is het echt heel erg leuk om deze lage Afrikaantjes alvast klaar te maken voor de laatste herfstkleuren in mijn tuin. Kijk maar even mee naar mijn tuin. Je ziet hier mijn Dianthus pinkisses die nu volop in bloei staan, waar je lekker naar kan kijken terwijl de lage Afrikaantjes bezig zijn. Ik heb daar campanula's en je ziet daar mijn viooltjes. Dus wat dat betreft begint mijn tuin er al prachtig uit te zien. We zijn nu een week verder, het is nu bijna eind juni en je ziet het al, ze beginnen echt al heel mooi te worden, ze beginnen het echt al mooi te doen en ik ben hier echt super blij mee en ik ben er heel tevreden over en volgend jaar ga ik ze zeker weer kweken, dan wel wat meer en op meer plekken in mijn tuin, omdat ze de rest van mijn plantjes ook beschermen. Weer een weekje verder, het is nu eind juni en zoals je ziet, ze beginnen al veel voller te worden. Ze beginnen al meer te bloeien en ze nemen de bloei dan ook over van mijn pinkisses op de achtergrond. Die zijn dus nu niet meer zo vol aan het bloeien zoals je een week geleden zag. En die beginnen een beetje af te nemen, maar dat geeft niet. Deze lage Afrikaantjes nemen het van ze over. En ze zullen doorgaan met bloeien tot en met oktober, november, nou ja, hangt ervan. Met de vorst zullen ze dan gaan afsterven. Ze zijn gemakkelijk te verzorgen, ze willen wel veel zon en ze willen ook lekker genoeg water krijgen. Ze zijn ook goed als snijbloemen. En qua kleur vind ik ze ook mooi afsteken met mijn dahlia's hier op de achtergrond. Maar daar zal ik je in een andere video meer over laten zien.
4 dagen later. Nou, het wordt echt steeds mooier en mooier. Ik moet zeggen, dit is voor het eerst dat ik lage Afrikaantjes in mijn tuin heb. Dus ik moet er nog heel veel over leren en weet er nog niet zoveel van. Als je goed hebt opgelet in deze video, zie je dat ik ze eerst achter mijn Dianthus pinkisses had geplant. Want ik dacht dat ze dan wel wat groter zouden worden. Maar ze bleven zo klein, dus had ik ze ervoor geplant, zoals je hier kan zien. Maar ze beginnen nu wel flink te groeien, worden al groter dan mijn pinkisses die erachter staan. En we moeten maar even kijken of ik ze zo wel een goed plekje heb gegeven. Maar dat zullen we vanzelf wel zien. Kijk, het trekt ook al insecten aan. Er is een vlinder hartstikke blij met mijn lage Afrikaantjes. Oh, mijn vinger gaat ervoor op de camera. Hè? Jammer. Maar goed, hier zie je de vlinder. Dat is hartstikke leuk. Dus het is ook een hele gave bloem om vlinders er mee te trekken hier in mijn tuin. Je kan ze zoals ik in je tuin plaatsen, maar je kan ze ook in bloempotten plaatsen. Nou, verschillende leuke zonnige plekken in je tuin is geschikt voor deze planten. Net als ik kan je ze dus vanaf eind februari, maart gaan zaaien. Binnen wil je ze liever buiten in de volle grond zaaien. Nou, dan kan dat ook. Dan is dat ongeveer vanaf april tot eind juni kun je ze in de volle grond zaaien. Je kan ze het hele jaar door binnen zaaien. En je kan ze eigenlijk zelfs om je plantjes te beschermen tegen aaltjes, kan je ze zelfs nog in juli tot half augustus zaaien. Ze gaan dan niet meer zo vol bloeien zoals je hier ziet. Maar de geur werkt wel tegen de schadelijke aaltjes. We zijn hier inmiddels al bij 19 augustus, toen heb ik deze opname gemaakt. Je kan zien dat ik ze een ander plekje in mijn tuin heb gegeven, want mijn dahlia's begonnen lekker veel vol te groeien en die hingen eigenlijk over deze Afrikaantjes heen, waardoor ze minder zon kregen. Vond ik zielig, dus ik heb mijn Afrikaantjes maar even op een ander plekje gegeven. De verhuizing ging echt hartstikke goed, zolang je na het verplanten maar heel veel water geeft. Sowieso willen deze lage Afrikaantjes gewoon lekker veel water krijgen, zodat ze goed blijven bloeien. En om ze zo lang mogelijk te laten bloeien, knip ik ook de uitgedroogde bloemen weg. Want dan gaat er geen energie meer daar naartoe, maar gaat de energie weer naar nieuwe bloemen. En dan blijven ze dus langer bloeien. En zo komen we uit bij de opname van vandaag. Mijn tip aan jullie dus, lage Afrikaantjes, hele leuke bloemen, makkelijk om zelf te laten groeien vanuit zaadjes, €1,79 en je hebt een zak vol waar je dus niet alleen dit jaar, maar ook volgend jaar mee kan doen. Ik heb dus nog veel zaadjes over uit mijn zakje en ik ga er volgend jaar zeker nog meer planten en op verschillende plekken in mijn tuin, zodat ze meer van mijn bloemen kunnen gaan beschermen. Ik wil jullie ook nog een andere keer mijn opnames van mijn dahlia's laten zien en mijn zonnebloemen. Die heb ik ook mooi weten te verzorgen vanuit zonnebloempitten en vanuit knollen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende tuinvideo. Doepa doe!